De parkeerkrapte is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Toch is het geen nieuw probleem. In de jaren 50 speelde het ook al. En ook toen moesten er creatieve oplossingen komen. In deze tijd, waarin vooral in de grote steden het tekort aan parkeer- en stallingsruimte steeds nijpender wordt, kan deze installatie van groot belang zijn. Op 1 januari 2024 reden er 9,1 miljoen personenauto's rond in ons land. Een kleine 2% meer dan het jaar ervoor. Maar als je het vergelijkt met 5 jaar geleden, dan is het aantal personenauto's met 7,4% toegenomen. Het wringt, dat lijkt me duidelijk. Maar hoe is de auto, het liefst voor de deur geparkeerd, zo prominent in ons leven gekomen? Marco te Brummelstroet, beter bekend als de fietsprofessor, weet wel hoe. Nou, je kan zien waarom steden worstelen met het vraagstuk van parkeren. De hele straat staat hier vol. Ja. Een straat waar ook allemaal gezinnen wonen die geen auto hebben. Gezinnen met kinderen die misschien vanmiddag naar school lekker hier buiten willen spelen. Dat kan eigenlijk niet. Of je wilt hier misschien in de zomer met een picknicktafeltje met je buren lekker gaan barbecuen. Dat kan ook niet, er is geen ruimte voor. Dus ja, maar ik zie ook veel fietsen, dus het is niet alleen de auto. Het is zeker niet alleen de auto, nee. Want hoeveel parkeerplekken zijn er in Nederland? Hoeveel parkeerplekken zijn er hier? Nou, in Amsterdam hebben we toch wel 430.000 parkeerplekken. Zou je niet zeggen hoor, als je hier ronddraait op zoek naar een plek. Maar goed, je wil natuurlijk ook wel naar je werk kunnen, ja. Als je in de stad woont. Zeker. En we hebben ook belangrijke beroepen die we in de stad willen houden hier. Dus dat wringt, neem ik aan. Ja, dat botst, dat zie je. Dus dat de openbare ruimte is per definitie een soort afweging van conflicten. Maar het conflict is eigenlijk ontstaan omdat we een gekke afspraak met elkaar hebben gemaakt. Om dat privéprobleem wat mensen hebben. Je hebt een grote auto, die moet je ergens kwijt. Die hebben we eigenlijk opgelost in de publieke ruimte. Dat doen we met geen enkel ander bezit wat we hebben. Ik mag helemaal niets van wat ik heb, mag ik in de openbare ruimte neerzetten, behalve mijn auto. En we moeten ons beseffen hoeveel ruimte dat kost. Ja, maar tegelijkertijd zou je zeggen, hè, als je als werkende je auto niet meer voor de deur kan parkeren, wie trekken er dan weg uit de stad? Want er zijn beroepen die hun auto nou eenmaal wel nodig hebben. Nou, het begint in eerste plaats denk ik met het besef dat heel veel van deze auto's zijn helemaal niet per se noodzakelijk. Dus er zijn een heleboel auto's die eigenlijk staan omdat we dat gratis of relatief goedkoop aanbieden. Ja, want het is nu door de weekse ochtend rond 10:00. Ja. Nou, staat best wat voor de deur. Ja, en we weten dus eigenlijk dat we op die manier eigenlijk de markt verstoren. We verstoren de markt door eigenlijk iets aan te bieden wat mensen niet per se nodig hebben. Hoe vaak wordt een auto gemiddeld gebruikt? Nou, gek genoeg weten we dat helemaal niet precies. Maar de algemene getallen laten zien dat auto's 90-95% van de tijd stilstaan. Dus we gebruiken hem vaak alleen maar om van A naar B te gaan. Wat trouwens ook betekent dat ook op alle B's parkeerplekken nodig zijn. Dus in Nederland zijn er naar schatting 30 miljoen parkeerplekken voor 9 miljoen auto's. Dus dat hebben we allemaal nodig om het systeem te laten functioneren. Waardoor we een ontzettende overaanbod eigenlijk hebben gecreëerd. En op die manier die auto heel aantrekkelijk hebben gemaakt. Maar waar parkeer je je auto dan als je in Amsterdam woont en de straat al vol staat met bolides? Juist, dan koop je gewoon een plekje ondergronds. Nou, dit is het, denk ik. Ja, dit is de parkeergarage. Een voorbeeld voor een standaard parkeergarage in Amsterdam. Beton, heel goed gebouwd, degelijk. En wij noemen dit parkeerplaatsen met lijnen. Hè? We noemen de betonpalen en dan heb je lijn op de vloer en je krijgt eigenlijk 4 lijnen. Dus je krijgt gewoon echt de plek? Je krijgt niet meer dan de plek. En zoals je ziet, zie je hier gewoon op de grond nummers staan. Iedereen weet welk nummer van hem is. Ja, en dat is wat je koopt. Meer dus echt gewoon, ja, laten we er maar even naartoe lopen dan. Dit is, je koopt bijvoorbeeld deze plek 44 en wat moet dat kosten? Op dit moment vragen we €60.000 voor een plek als deze. Zo. En dat klinkt misschien veel, maar ik kan je vertellen dat in Amsterdam, en dan praten we Amsterdam, eigenlijk alles buiten de Singelgracht, is heel gewild. Omdat de mensen die binnen de Singelgracht wonen, die krijgen maar 1 parkeerplaats op een lange wachtlijst. En die willen hun auto kwijt, dus die zeggen van laten wij deze parkeerplaats kopen. Dus die mensen die moeten wel steenrijk zijn bijna. Nou, dat valt wel mee. Er zijn veel mensen die hier met de fiets komen, zoals je ziet. En die wonen binnen de Singelgracht. En binnen de Singelgracht in Amsterdam zijn heel weinig parkeerplaatsen. En ze zijn op zoek naar dit soort plekken. En eigenlijk de mensen die dus buiten het complex wonen, die bepalen een beetje de marktwaarde van deze parkeerplaats. En de records zijn 250 tot wel €300.000 voor 1 plek.
goed. Voor die vier lijntjes. En bent u nou blij met de handel in die parkeerplaatsen? Of denkt u ook wel, het is wat treurig dat het hier naartoe gaat met de stad? Nee, ik vind het woord handel is niet het juiste woord. Er is altijd een vraag en aanbod. En vraag en aanbod moet op elkaar passen. En op dit moment zijn er helaas meer mensen met een auto en veel te weinig parkeerplaatsen. En op straat, als jullie door de stad heen fietsen, zie je alle parkeerplaatsen verdwijnen. Fiets door de pijp heen, er zijn nu bijna geen parkeerplaatsen meer over. Ik denk dat er alleen maar schaarste blijft en die wordt alleen maar groter. En mensen zullen toch, kijk misschien naar jezelf, je hebt altijd behoefte aan een auto in het weekend en die zullen toch een auto willen.